Het idee komt van Mark van den Broek, manager van Centen Hotel, en Machiel Debets van VVV Eindhoven. Ze bedachten het glazen hotel, zoals dat vaak gaat, tijdens een gezellig avondje bomen in de kroeg. En daar is het. Dus het is gelukt. En ik denk dat het glazen hotel op de een of andere manier qua naam aanspreekt. En het is iets wat fysiek aanwezig is in de stad. Hoewel het hotel nu nog even leeg staat, bestaat het uit twee gedeeltes. Voor het vergaderzaaltje hebben de twee diverse bedrijven in Eindhoven benaderd om de ruimte te kopen. En er is dus één hotelkamer. Ik denk dat ik niet hoef te vragen of die al volgeboekt is. Dat wordt volop geboden op dit moment. We hebben een medewerker van hotelkamerveiling.nl. Die hebben vanochtend nog een mail eruit gedaan naar 800.000 e-mailadressen. Dus de biedingen zijn lopen op dit moment binnen. We weten morgenochtend om 9 uur wie de eerste is die hier zal slapen. Dus we hebben genoeg op dit moment al mensen die sowieso dat de mensen gaan slapen. We hopen natuurlijk dat die biedingen nog veel en veel hoger gaan. En alles gaat naar Serious Request? Of? Alles gaat naar Serious Request, dus daar zijn we heel gelukkig mee. We hebben heel veel medewerking van de tentenbouwers, van de interieurmensen. Van de bloemist tot degene die onze vlaggen ophangt. Heel veel bedrijven die gewoon belangeloos meehelpen, dus dat is echt fantastisch. Gelukkig was er ook een bedrijf dat het glazen hotel gratis van stroom wilde voorzien. We hebben een goede verwarming aangelegd, dus als het goed is gaat die zo branden. En dan kunnen we in ieder geval zitten we er warmpjes bij de komende dagen. Het initiatief van de heren heeft ook de organisatie van 3FM Serious Request bereikt. En dus zijn ze al een paar keer op de zender gepromoot. Mochten nog mogelijke bieders zitten te kijken, wat heeft het precies allemaal te bieden? Wat zit er dadelijk allemaal in? We hebben een aantal optredens ook waar men kaarten voor kan kopen, waar men op kan bieden. We hebben een aantal dingen staan op 3FM. Er wordt nog een kerstborrel maandag bij Philips geveld. We hebben nog een paar openingen voor lunch of een vergadering. En er zijn nog volop mogelijkheden via de site en natuurlijk op een overnachting te bieden. Tja, dan wil je toch een bed om in te slapen. En dat komt goed, want in de loop van de dag wordt het lang verwachte interieur geleverd. En dat laat niets te wensen over. Even verderop kun je niet slapen, maar wel lekker zitten. Naast het hotel wordt namelijk een Serious sofa geplaatst. En nog een paar meter verder is men ook iets heel bijzonders aan het bouwen. Maar wat dat gaat worden, dat ziet u volgende week.